Als je dus een schilderijtentoonstelling hebt, dan kun je ze een keer omwisselen. en dan pak je ze op. en dan zeg je ze op de zolder neer. Dit gaat niet. Het Brandweermuseum in Borculo heeft een enorme collectie. Ze hebben zoveel spullen. dat er zelfs gebrek is aan ruimte. En de problemen die worden alleen maar groter. Binnenkort wordt namelijk hun extra opslagruimte gesloopt. Nu, de noodklok kunnen ze niet luiden in het Brandweermuseum. Maar een sirene lukt nog wel. Dit grootste brandweermuseum van Nederland heeft aan spullen geen gebrek, wel aan ruimte. Zoals je ziet, het is hier behoorlijk krap en zelfs een, uh, een rolstoel kan hier dus niet tussendoor voor de mensen die dus alle auto's willen bekijken. Het museum heeft al een depot elders, maar die ruimte moet sneuvelen voor de nieuwbouw van woningen. Een opslagruimte was al hard nodig. Het museum wil namelijk af en toe een wagen kunnen wisselen in de collectie. En dat zijn geen kleine operaties. Dat is hem. Als je dus een schilderij hebt, dan kun je ze een keer omwisselen en dan pak je ze op en dan zeg je ze op de zolder neer. Dit gaat niet. Het Brandweermuseum in Borkelo draait geheel op vrijwilligers. Dus het geld klotst niet over de plinten. En eisen voor een opslag zijn er weer wel. Het moet een droge ruimte zijn en we zoeken een ruimte van ongeveer 300 vierkante meter waar we een x aantal auto's neer kunnen zetten. En niet zo vaak meer ja tegen spullen zeggen, hè? Op het moment zijn we wel een beetje kritische Dat we zeggen, uh, wordt het wat aangeboden, hebben we dat ook nodig?